Dag dames en heren, welkom op dit webinar van De Belegger. Een online seminarie die we toch elk kwartaal met u doen. We gaan het vandaag hebben over uiteraard de strategie in het algemeen ten aanzien van de financiële markten in 2019. En dan toch wel in een tweede deel specifieker ingaan op de beleggerportefeuille. U kon op voorhand vragen insturen betreffende deze twee onderwerpen en mijn collega Geert Smet zal er straks bij komen om die vragen te beantwoorden. Goed, we steken van wal, geen tijd te verliezen. We beginnen met onze wall of worry, onze muur van zorgen. De shutdown in de Verenigde Staten. Ik zou zeggen van minder groot belang, maar toch in de loop van het jaar zullen we ook weer over de schulden, het schuldenplafond van de Verenigde Staten horen spreken. Maar toch wel belangrijker in eerste instantie die handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China. Dat stilaan toch ook wel op die economische groei begint te wegen. In Europa vooral, ja, ook een schuldenproblematiek. Hè. Denk aan Italië dat om de zoveel tijd toch wel in het nieuws komt. Italië dat ook economisch moeilijk heeft, dat dreigt in de recessie terecht te komen. En dan toch dichter bij ons, de Brexit, al 2,5 jaar in het nieuws. En zou toch de komende weken, maanden tot op een oplossing moeten komen. Hard Brexit, zachte Brexit. Als er al een oplossing komt, dus heel wat ondernemers die met vragen zitten, die niet weten welke strategie ze moeten toepassen, wat ze moeten doen. En dat weegt toch allemaal op het vertrouwen van die consument. Dus heel veel zorgen. Gelukkig dat er die zorgen zijn, hè, want mochten die zorgen er niet zijn, de beurzen zouden veel hoger staan. Maar toch, we zien toch die impact, we zien hier de IFO-indicator voor Duitsland, dat begint te tanen, dat begint te dalen. Dat is ondertussen al op het laagste niveau in meer dan 2,5 jaar. Is niet goed. Deze grafiek specifiek voor België toch wel veelzeggend. Wat ziet u op deze grafiek? De blauwe lijn, dat is de groei van de uitzendarbeid. Een heel belangrijke voorlopende indicator. Waarom? Stel dat het goed gaat met de economie. Wat zullen bedrijfsleiders eerst doen? Mensen gaan aannemen, in eerste instantie uitzendarbeid. Gaat het slechter met de economie? Goed, bedrijven moeten mensen ontslaan. Welke mensen zal men eerst naar de deur wijzen? Dat zijn opnieuw die mensen uit de uitzendsector. Dus toch wel een verlopende indicator dat zegt van hoe gaat het nu met die Belgische economie? En we zien dat die activiteit van de uitzendarbeid, dat die serieus is teruggevallen. Geen groei meer. Een groot verband, correlatie met in het geheel de evolutie van het bruto binnenlands product, die voorlopig nog op peil blijft. Dus deze grafiek suggereert toch wel dat het de komende maanden, de komende kwartalen, ook met de groei van de Belgische economie, dat het toch wel wat terug achteruit moet. In de gaten te houden, alleszins niet zo positief. En we merken dat ook aan de centrale bankieren. Ook zij worden zenuwachtig. De centrale banken van de Verenigde Staten die hebben al een stuk of 9 renteverhogingen achter de rug. Nu beginnen ze toch ook te twijfelen van, moeten we dat nog doen? Misschien moeten we wel denken aan een toekomstige renteverlaging. Of toch alleszins, men drukt op de pauzeknop wat betreft renteverhogingen. En dat is vooral toch wel een uiting van bezorgdheid naar die economische groei toe. Dat zij ook merken dat ook in de Verenigde Staten die economische groei toch wel wat teruggaat. In het blauw, het rentebeleid van de Europese Centrale Bank. Wij of onze beleidsmensen hebben nog niet de tijd gehad, nog niet de kans gehad eigenlijk om die rente te verhogen. Daar minder munitie om de economie zuurstof te geven door renteverlagingen. Want we zitten met de beleidsrente op nul. Wat zou er wel mogelijk zijn? Ik denk aan LTRO-programma's, langlopende leningen van 3 jaar van de Centrale Bank naar de banken toe, zodat zij over meer geld beschikken, goedkoop geld om uit te lenen aan de bedrijven, aan de consumenten, noem maar op, om die economie te stimuleren. Maar bezorgdheid, waarom? Vrees voor een recessie, mensen, dat is de realiteit. En goed, de PMI-index, het vertrouwen van de Duitse economie, we gaan richting 50. In sommige landen zitten we zelfs onder de 50. 50, dat de grens is tussen ofwel naar boven toe groei, ofwel naar beneden toe krimp. We hebben hier een grafiek, cijfers gezien deze week, van Caterpillar. Actief in mijnbouw, wereldwijd, heel afhankelijk van de economie. Dus is er daar een krimp in die mijnbouwsector? Onmiddellijk zie je dat in de bestellingen voor een Caterpillar. Licht tegenvallende cijfers. En u ziet,
die beurskoers al een heel jaar naar beneden. Beurskoersen anticiperen, lopen voorop op de economische realiteit. En dan zie je dat inderdaad dat het niet onlogisch is dat het wat minder gaat met die economie. Dr. Kopper, ja, dat is ook de koper. Je wordt in van alles in de industrie gebruikt. Is er daar veel vraag naar, veel economische activiteit, dan zie je dat daar die prijzen stijgen. Maar ook daar toch wel wat twijfel lijkt uit te bodemen. Maar goed, er is deze week ook een ramp geweest in Brazilië. Een dam die doorbroken is, mijnen die ondergelopen zijn, waardoor de koperprijs een opstoot gekregen heeft. Dus toch niet alleszeggend, die vrees voor die recessie of alleszins minstens een gevoelige groeivertraging is misschien wel terecht. Nu de problemen, de Wall of Worry. Laat ons zeggen, ja, in het najaar was die er, die is er nu ook. Maar dan zie je toch heel tegenovergestelde reactie op de beurzen. In oktober, in december ook van vorig jaar, dalingen tot bijna 6% op de Europese beurzen. Forse dalingen. En wat zien we deze maand? Ja, een goed geluimde beurs. Plus 6, plus 7%. Europees gemiddelde, bel 20, zelf iets hoger. Ik zou zeggen, van kijk, het is een soort opluchtingsrally. Ja, er gebeuren, misschien is er toch wat dat er kan gebeuren aan die handelsoorlogen. Er zijn gesprekken gaande. Misschien hopen dat toch, misschien een uitstel of een oplossing voor die Brexit. Maar goed, het heeft veel te maken met sentiment. Hè. Vandaag denkt men zo en morgen denkt men heel anders. Dus het blijft toch heel wisselend qua sentiment en we zien dat ook weerspiegeld op die Europese beurzen. Nu, ik heb daar straks onze technische analist nog gesproken en hij zei me wel van kijk, die stijging in januari is toch wel zo overtuigend, doorbreekt ook dalende gemiddelden naar boven toe, dat dat toch eerder optimistisch is gestemd. Maar goed, het blijft volatiel en de vraag is natuurlijk, ja, mooie januari maand, wat zal het zijn in februari, wat zal het zijn in maart? En dan moeten we toch wel zeggen dat dat zal afhangen van factoren die we niet in de hand hebben. Want we gaan ook in februari, in maart horen over de Brexit, over de handelsoorlog, waar nu ook een pauze is met China. Dus zal bron zijn van een blijvende volatiliteit. De beurzen zullen niet rechtlijnig blijven stijgen, maar er zullen evengoed ook periodes zijn van opnieuw nervositeit. Ik zou zeggen, laat u dan niet afschrikken, die volatiliteit. Als ze er opnieuw komt, aanzien het dan als een bron van kansen ook om te kijken om ook kwaliteitsaandelen aan lagere koersen te kunnen oppikken. Dalende koersen hoeft niet negatief te zijn. Hè. We hebben allemaal liever dat alles stijgt natuurlijk. Hè. Maar als het nooit een keer daalt, ja, dan kunnen we ook nooit bepaalde aandelen op fatsoenlijke prijs oppikken. Dus daling is alleen maar negatief voor wie moet verkopen. Hè. En voor de rest is dat uiteraard, geeft dat kansen. We moeten dat ondergaan, het sentiment als belegger. En we kunnen maar beter niet door verstrikt geraken, maar integendeel er gebruik van maken. Een andere bron van volatiliteit, denk ik toch wel, we zitten nu in een nieuw resultatenseizoen. Voorlopig op basis van Wall Street, de S&P 500 bedrijven, zien we dat het aantal positieve verrassingen, dat toch wel aan het dalen is. Is niet zo positief, zou je zeggen. Maar wat zien we dan wel? En goed, het zijn maar voorlopige statistieken natuurlijk. Dan zien we dat in het zwart, hè, als men positief verrast, dat toch beloond wordt met een positieve koersstijging. Hè, met een mooie koersstijging. Dus toch wel misschien ja, getemperde verwachtingen dat men toch kan voldoen, ja, dat toch beloond wordt. En wat zien we in het blauw? Als men dan teleurstelt, oké, negatieve reactie. Uiteraard, maar dat die negatieve reactie tot nu toe gemiddeld lager is dan in andere kwartalen. Ik zou zeggen, ja, het zijn statistieken, het is wat het is, maar ik verwacht toch zeker in Europa, als bedrijven teleurstellen, dat we toch wel sommige negatieve uitslagen zullen zien en soms koersdreunen. Dus hou daar rekening mee, hou rekening met die volatiliteit, maar gebruik ze in uw voordeel. Goed, we gaan dat toepassen. U weet, we werken met een DB4x4 systeemtoets. Wij delen al onze aandelen in vier pijlers.
En laten we eens bekijken, wat doen we met die pijlers? Hè? De pijler duurzame groeiers. Goed, bedrijven die een mooi palmares hebben gehad en ook waarvan verwacht wordt dat ze dat kunnen doortrekken naar de toekomst toe, zijn altijd vrij duur geweest. Ik zou zeggen, op de watchlist, ja, in de daling, de berenmarkt die we gekend hebben in oktober, november, december, zijn de waarderingen serieus teruggevallen. Maar toch nog altijd vrij hoge waarderingen. Dus als dit soort van bedrijven teleurstelt, dan zie je daar een kans op een grote, ja, koersafstraffing. Dus wees daar attent op, wees daar voorzichtig mee. Maar toch, goed, als we beleggen, beleggen doe je voor de lange termijn. En als we beleggen, dan hebben we die lange termijn voor ogen. En die duurzame groeiers, die zijn nooit echt goedkoop. Dus we houden ze wel op de watchlist als hier en daar echt een kwaliteitsbedrijf, een duurzame groeier, te ver is weggezakt. Ja, dan denk ik dat je dat toch wel in de gaten moet houden om links en rechts er toch eentje te kunnen op te pikken. Dividendwaarde. Goed, vorig jaar door velen als doodverklaard, weet je wel, TINAT bestaat niet meer. Maar wat zie je daar op de grafiek? Evolutie in het donker, in het zwart, van het gemiddeld dividendrendement in Europa. En dan gaan we toch wel opnieuw richting die 4% bruto. In het blauw, de rente op 10-jarige staatsobligaties, Duitse staatsobligaties, richting nul. En eigenlijk het verschil tussen beide, die spread, is eigenlijk de jongste jaren nooit groter geweest. Dus ik denk, we zijn ervan overtuigd dat ook het dividendthema, het thema van de duurzame dividendbetalers, dat die in 2019 zeker een belangrijke rol kan spelen. Hè. Verwachten ook niet dat de rente fors zal verhogen. Denk aan die economische realiteit. Hè. Die centrale bankiers die opnieuw kijken van hola, niet te veel die rente verhogen. Dus we verwachten toch wel, ja, dit is een mooi verschil. Hè. Het is niet plezant om rentenier te zijn. Als je rente moet hebben van, ja, nul op heel veel geld, blijft nul. En dan denk ik dat die dividendwaarde toch voor een stuk solaas kunnen bieden voor mensen op pensioen, mensen op zoek naar een bron van inkomsten en die dat kunnen vinden bij die dividendwaarde. Dividendwaarde, het rendement niet alleen gestegen door omdat de koersen een beetje gecorrigeerd zijn, hè, de jongste maanden, maar zeker ook omdat de dividenden nog altijd in de lift zitten. En dat verwachten we op indexbasis, verwachten we dat ook voor 2019. Goed, value. Zeker niet onderschatten, zeker in deze tijden van onzekerheid, van dat het economisch wat minder gaat. Waarom value? Het woord zegt hetzelfde. Hè. Er zit heel veel waarde in. Waarde dat waardevast is. En dan zie je, als er zoiets gebeurt, zoals in oktober, in december, en koersen beginnen te dalen, dat net dat soort van aandelen, net omwille van hun waardevastheid, veel beter stand houden. Goed, als de beurzen stijgen, zijn ook dit soort aandelen, die minder hard stijgen, akkoord. Hè. Maar toch moet je dit soort van aandelen, die value, als basis hebben, als een soort van fonds voor je portefeuille, een stabiliteit voor je portefeuille, voor elke portefeuille. Wel oppassen voor cyclische value. Hè. Dan heb ik het over cyclische bedrijven die dan een stuk onder de boekwaarde noteren en daar hun value halen. Toch maar oppassen. Hè. Er is voor dat soort bedrijven, aandelen, is er ook een reden waarom dat zij onder de boekwaarde noteren. Dus opletten, kijk naar de echte value. De pijler beloftes en turnarounds. Goed, je zou kunnen denken van ja, economisch, het gaat niet zo goed. Het gaat eerst misschien nog slechter moeten. Hier moeten we vanaf. Niet vergeten dat de beurs, zoals gezegd, eigenlijk vooruit loopt op die economische realiteit. En dat aandelen, eigenlijk dat soort van aandelen, vaak op hun bodem noteren wanneer er veel slecht economisch nieuws is. Dus ik denk ook wel een pijler om naar uit te kijken, maar echt wel met een dubbele check. Het ene aandeel is ook daar, het andere niet. Zoek naar beloftes, naar turnarounds met value, met kenmerken van andere pijlers, zoals value bijvoorbeeld. Hè. Die dat op die manier toch ook wel kwaliteit bieden. Vermijd aandelen met hoge schulden. Want die aandelen die zitten ook vaak in deze pijler als het dan slechter gaat en de winst gaat achteruit. En men kan de schulden niet meer terugbetalen. En we hebben zo'n situaties gezien, mensen, vorig jaar met Nistar. Nu recent Greenyard. Ja, er is wel winst, maar
blijkbaar niet genoeg om die schulden te kunnen betalen. Dus dat dergelijke soorten bedrijven toch wel in problemen kunnen komen. Dus blijf ook binnen deze pijler voor de absolute kwaliteit kiezen. Het belang van een gezonde balans, ik denk dat dat altijd wel belangrijk is. Goed, kijken we naar de waarderingen. U vindt dit op pagina 16 terug, elke week in De Belegger op de achterkant. En dan zie je de koerswinstverhoudingen, 12, 13 voor Europa. Dat lijkt niet hoog en dat is ook niet hoog. Natuurlijk, het is een relatief getal. Mochten de winsten dalen en stevig dalen, dan zie je natuurlijk die cijfers direct stijgen. En dan zit je snel in een duurdere situatie. Moeten we mee rekening houden. Maar als we dan toch kijken naar die dividendrendementen, tot 4% en meer, dividenden die veel minder hard schommelen dan de winsten bijvoorbeeld, die veel stabieler zijn, die doorheen de crisis de neiging hebben of altijd stijgen. Als je dan 4% biedt, dan denk ik dat dat toch ook een houvast moet zijn, dat dat ook iets zegt over de waardering die zeker niet overdreven is op de beurzen. Neemt niet weg natuurlijk dat de schommelingen kunnen blijven. Zowel naar boven, maar zeker ook naar beneden. Houd dat in het achterhoofd, dat u op elk scenario bent voorbereid. Specifiek voor Europese aandelen. Nu nog niet zozeer voor het vierde kwartaal, maar als we iets vooruitblikken, het lopende eerste kwartaal. Vorig jaar was daar de gemiddelde euro-dollarkoers 1,23 bijna. We zitten nu rond de 1,14, 1,15. Dus die vergelijkingsbasis voor Europese bedrijven wordt heel gunstiger. Beter voor de export, voor de translatie, voor inkomsten gegenereerd in dollars, teruggebracht naar euro. En ook in het tweede kwartaal zou dat een positief element zijn, vooral voor dus die Europese bedrijven. Maar goed, er is ook die economische context waar we uiteraard rekening mee moeten houden. Deze slide, mensen, is een slide die we ook vorige keer gebruikt hebben en we kunnen dat niet genoeg benadrukken. Je hebt een aandelenportefeuille. Aandelen is een deel van uw vermogen. U heeft ook andere zaken, vastrentende zaken, obligaties, een spaarboekje, vastgoed, noem maar op. Hoe groot dat die aandelenportefeuille in uw vermogen moet zijn, dat is voor iedereen anders. Beleggen is voor iedereen anders. Maar het is wel belangrijk om gepaste verhoudingen te hebben tussen die activa. En dat je regelmatig herbalanceert. Stijgen aandelen fors in waarde, zoals we bijvoorbeeld op Wall Street gezien hebben de voorbije jaren, dan is het logisch dat je daar stilletjes aan gaat herbalanceren, afbouwen, terug naar de juiste proporties, naar de gepaste proporties terugbrengt, zodat als het naar beneden gaat, en dat hebben we ook gezien de jongste maanden ook op Wall Street, dat je dan geleidelijk opnieuw terug kan instappen, dat je van crisis een kans maakt, dat je zeker niet wordt meegesleurd in de emotie van de dag, want dat is toch wel enorm belangrijk. Bepaalde systematiek, spreiden in de tijd ook, zo dat hebben we ook gedaan voor onze portefeuille. December, oké. We wisten, er waren kansen, we hebben die ook genomen, er zijn verschillende aandelen gekocht, maar altijd gestaffeld gewerkt. Van kijk, als dit, dan dat. Als het nog verder zakt, oké, dan ook hebben we nog cash klaar om toch nog bijkomende aandelen te kunnen kopen. Geen cash, geen kansen. Goed, ik denk heel belangrijk, een bepaalde systematiek, denken op lange termijn en vooral u niet laten vangen door wat in de kranten verschijnt, of zeker niet op tv. Goed, ik roep er mijn collega Geert Smet even bij, in de hoop dat u ondertussen uiteraard interessante vragen heeft gesteld. De vragen dus over de portefeuillestrategie, straks gaan we het hebben over de portefeuille zelf. Geert, welkom. Wat hebben we binnengekregen? We hebben enkele vragen binnengekregen, Geert. De eerste vraag is, wat denk je eigenlijk van indexbeleggen? Als je nu bekijkt, de evolutie van de indexen, en de evolutie van de beurzen zijn min of meer gelijk natuurlijk. Maar hoe verhoudt zich dat indexbeleggen tot een echte portefeuillestrategie? Zal ik antwoorden? Oké. Nu ja, het is helaas de uitvinder van indexbeleggen, Jack Bogle, is helaas komen te gaan op 92-jarige leeftijd. Die man heeft een fantastische uitvinding gedaan, indexbeleggen. We zijn er toch wel vrij pro. Waarom? Omdat je eigenlijk een hele korf van aandelen in één keer kunt kopen.
met veel lagere kosten, met heel, heel weinig kosten. Je kan dat verhandelen als een aandeel op de beurs, hè, dus heel wat voordelen. Helaas, voor die Amerikaanse trekkers geldt voor Europeanen dat we die niet meer mogen kopen door Europese wetgeving, hè, de MiFID II, als ik me niet vergis dat noemt. Maar het heeft alleszins voordelen, de spreiding. Net zoals een holding ook heel interessant is om die spreiding te bekomen. Maar met trekkers toch wel heel specifiek kan je bepaalde thema's aanreiken. Stel, ik wil in grondstoffen beleggen. Ja, ik kan geen olie kopen natuurlijk. Ik zou een olietrekker kunnen kopen. Emerging markets, de groeilanden. Oké, wat moet ik daar kopen? Het is ver van mijn bed. Oké, ik kan de groeimarkten in het geheel kopen. Verschillende landen samen, een bepaald land specifiek, China. Of twee landen samen, China en Indië. Het kan allemaal via trekkers. En dat biedt toch wel voordelen om zelfs in een aandelenportefeuille om bepaalde accenten te leggen voor thema's die eigenlijk soms te ver van ons bed zijn. Dus niks mis mee. Andere vraag die min of meer in lijn ligt van de vorige. Waar, als je natuurlijk een portefeuille hebt samengesteld, wat zou je nu best doen? Je verliezers verkopen en je winnaars houden? Of eigenlijk op zoek gaan naar achtergebleven aandelen en je winnaars eventueel een deel afbouwen? Wel, het probleem is, als je enkel je winnaars verkoopt, dan zit je op den duur met een portefeuille met enkel verliezers. En dan moet je ten alle prijzen voorkomen. Dus de samenstelling van je portefeuille, de bewaking over de kwaliteit is enorm belangrijk. Het is niet voor niks dat wij risicograad geven aan individuele aandelen. 1, de beste kwaliteit. 2, gemiddelde kwaliteit. 3, hoger dan gemiddeld risico. En 4, echt wel risicovol. Dus dat de grote bulk van aandelen, 3/4, liefst meer zelfs, dat die rating 1 of 2 hebben. En goed, mensen worden al eens verleid. Een aandeel daalt veel, enorm. Optisch lijkt het dan goedkoop op grafiek. Maar het is toch een veelgemaakte fout om dan daar net daarin bij te kopen. Ik zou zeggen, als er rook is, is er ook vaak vuur. Alsjeblieft, hoe hoger het risico, hoe kleiner het kapitaal ook naar individuele aandelen moet zijn. Dus pas daarmee op. Richt u toch wel vooral op de winnaars, zou ik zeggen. En uiteraard tussendoor, ook winnaars ondergaan het sentiment, worden af en toe ook afgestraft. En als je dan in een situatie zoals in december, dat we eventjes in een berenmarkt zaten, dus -20 ten opzichte van de top, waar ga je dan naar zoeken? Toch naar die toppers die ook meegedaald zijn naar dat sentiment. Net daar zijn dan de kansen te vinden. Dus niet te veel focussen op aandelen die optisch goedkoop zijn, maar intrinsiek eigenlijk toch wel lastig hebben, vaak ook met schulden te maken. Hè. Dus vermijd die zeker. Ja, en daar wil ik bij aansluiten. Koop wat je kent. Hè. Koop wat er geanalyseerd is en wat er beschreven is. En ga niet in een of ander obscuur aandeel. Veel vragen over de aandelenportefeuille, Gert, maar daar gaat u nu natuurlijk over. We gaan inderdaad die aandelenportefeuille is overlopen. De prestaties vorig jaar, niet goed. Ook wij moeten die markt ondergaan. De portefeuille is afgesloten met een rendement van, -10,9%. Beter dan de BEL 20 is -18,5%. Veel beter zelfs, maar goed, dat mag geen troost zijn. Maar iedere belegger moet een sentiment ondergaan. Het is niet anders. En natuurlijk, dalende markten, voor wie is dat goed? Eigenlijk, Voor ons beleggers, als er geen dalende markten zijn, zijn er geen kansen. En dalingen zijn maar voor één iemand slecht eigenlijk. Dat zijn voor mensen die moeten verkopen. Daarvoor zijn correcties of een tussentijdse berenmarkt, is het vooral voor die mensen eigenlijk heel pijnlijk. Voor de rest is dat zelfs positief. Hè. Nu, ondertussen toch wel januari inderdaad een mooie stijging. De laatste rapportering, de belegger van dinsdag jongstleden, +8% al. Ik heb daarnet nog even gekeken, Geert, en we staan op +8,4%. Weer een procentje beter dan de BEL 20. Dus wat dat betreft gaan we op datzelfde positieve elan verder. Goed, we gaan eens per pijler bekijken. Hè. De pijler van de duurzame groeiers. Ik heb u al gezegd van kijk, hoge waarderingen. Vandaar ook toch wel het beperkte gewicht binnen de portefeuille. 16% slechts, dat is niet veel.
En dan moeten we zelfs zeggen van kijk, er is een bod op Celgene. Hè. Het zal in de toekomst nog verminderen. Waarom? Omdat het toch een aandeel is dat op de lijst van te koop staat. Misschien toch wel iets meer zeggen over het Celgene. Er is een bod van Bristol Myers. Dat bestaat uit $50 cash plus één aandeel Bristol Myers. En tellen we dat op, dan zien we dat het aandeel Celgene toch wel 10% onder die biedprijs ligt. Logisch. Waarom? Omdat dat natuurlijk heel die deal nog moet afgewikkeld worden. Dat is pas voorzien voor het derde kwartaal, dus daar gaat nog wat tijd over. Beleggers nemen marge. Er zou ook nog een bonus kunnen zijn van ongeveer 9% als 3 producten goedgekeurd worden. Opgelet, alle 3 moeten goedgekeurd worden. Dus ik zou daar niet te veel rekening mee houden, enkel met het aandeel Bristol Myers. Momenteel vandaag iets van een €48 en dan die $50 cash. Dus wij wachten voorlopig af. We zullen zien dat die kloof, die discount die er nog is, dat die geleidelijk zal afnemen naarmate de datum vordert van de afronding van het bod. Dus we hebben tijd en we hebben toch ook cash. Dus we gaan dat rustig afwachten. Plus dat ook Bristol Myers het aandeel eigenlijk op een laagste niveau in meer dan 5 jaar noteert. Dus dat ook daar in dat aandeel herstelpotentieel is, waar we via Celgene ook van kunnen profiteren. Maar voor de afronding toch wel enorm belangrijk, zullen en moeten wij verkocht worden. Waarom? We hebben contact gehad met Bristol Myers. We hebben daar een aantal vragen gesteld. En blijkt dat volgens de Amerikaanse fiscus, dus Celgene of Bristol Myers kan daar niet aan doen, dat de Amerikaanse fiscus dus het aanziet, ja, een bronheffing gaat heffen van 30%. Stel dat onze Belgische overheid ook nog eens een deel wil, en die kans is heel groot, ja, dan blijft er heel weinig van over. Dus we zullen en moeten verkocht dat aandeel hebben voordat dat bod afgerond is. Maar daar hebben we voor alle duidelijkheid nog wel enkele maanden voor. Dus goed op te volgen. Dat wat betreft Celgene. Nieuwe aankopen zijn dus welkom, hè, want op lange termijn zoeken we inderdaad, zoals dat straks gezegd, naar die duurzame groeiers, maar liefst tegen een redelijke prijs. En we hopen dat dat de komende weken, komende maanden er nog zullen zijn. Alleszins houden wij Umicar zeker in de gaten. Mocht dat nog eens terugvallen, dan is dat een zeer mooie koopkandidaat. Een aandeel dat we trouwens ook geherbalanceerd hebben, een aantal keren verkocht hebben aan topkoersen. Hè. Dus die systematiek, het heeft toch wel zijn waarde. Goed, dat voor de duurzame groeiers, waarvan eerst het gewicht zal dalen, maar hopelijk later terug stijgen. De pijler dividendwaarde, ook inkoop van eigen aandelen hoort erbij. Dan zien we toch voor onze portefeuille dat de rendementen vrij hoog liggen. Hè. 4 voor Solvay en het gaat alleen maar naar boven tot zelfs een 6,9%, 6,3 voor ING, 6,3 voor Royal Dutch, een ABN AMRO, toch ook 6,6% bruto weliswaar, maar toch mooie rendementen. Wat hebben we sinds vorige keer gedaan, sinds onze vorige rapportering, sinds onze vorige babbel? We hebben aandelen TUI gekocht, een bijkomende aankoop, en echt wel aan de laagste niveaus, rond de €12, een mooi moment bijgekocht. Solvay ook bijgekocht, niet op de allerlaagste niveaus. Als ik me herinner was het aan 90,70. We zijn nog een aantal euro's gezakt, maar inmiddels noteren we daar mooi boven. Ja, wat moeten we nog zeggen over deze pijler? De rentegevoeligheid is toch wel beperkt. Het is niet omdat de rente zou beginnen stijgen, en verwachten zeker geen grote stijgingen van de rente, maar als die zou beginnen stijgen, dan zit daar toch een aantal waarden, en vooral die financiële waarden, die er zelfs van zouden kunnen profiteren. Die hogere koersen zouden opzoeken bij hogere rentes. Dus de rentegevoeligheid of het gevaar op hoge rentes is voor deze pijler toch wel redelijk beperkt. Ook wel opmerken dat wij, en dan zeker ook voor deze nieuwe aankopen, hè, dat we niet alleen naar het dividendrendement kijken, maar ook vaak naar het value-gehalte. Wat zit erin? We hebben Solvay gekocht onder de boekwaarde. Het is niet alleen dat dividend. Solvay die een fantastische dividendreputatie heeft. De jongste 25, 30 jaar de dividend nooit heeft laten dalen. Maar ook TUI, hè, met zijn ja, schepen, met zijn hotels in bezit, heel veel vastgoed erin. Dus dat we toch nog wel naar een combinatie met een andere pijler zoeken. Hè. Hoe meer pijlers een bepaald aandeel kan onderbouwen, hoe steviger het investeringsverhaal. Ik denk dat dat belangrijk is. Goed, naar de volgende pijler. De value-pijler. Wat is er daar gebeurd?
misschien toch wel beginnen met een vrij historisch gebeurtenis. We hebben onze aandelen Sofina verkocht. En eigenlijk met een beetje spijt in het hart. Sofina zat al jaren in onze portefeuille, al heel lang. Een topwaarde, topkwaliteit. En vandaar toch wel moeilijk om het te kunnen verkopen. Maar goed, het is wat is. De decote, de korting ten opzichte van de intrinsieke waarde was toch wel heel ver teruggevallen. Ook de mooiste bomen die groeien niet tot in de hemel. Dus eigenlijk, ja, we hebben afscheid genomen. Maar ik herhaal het, het is toch wel met een beetje spijt. Mocht dit soort van aandelen de komende weken, maanden, jaren gevoelig terugvallen met een stijgende decote, een stijgende korting ten opzichte van de intrinsieke waarde, dan zijn dat wel het soort aandelen dat we terug in onze portefeuille willen. Hè. Boscali is ook bijgekocht, een stuk onder de boekwaarde. Goed, een klein stukje element van turnaround in ook, hè, een mindere periode en dat we daar nu dankzij onder andere een stijgende olieprijs een klein stukje van de pijler turnaround hebben inzitten ook. Heel belangrijk, dus straks al aangehaald value, maar toch oppassen met cyclische value. En als we dan naar onze portefeuille kijken, dan denk ik in eerste instantie aan KNS. Cyclisch, alhoewel, we hebben daar nader bekeken, rondgedaan enkele weken geleden, dat daar de vooruitzichten serieus aan het verbeteren zijn, maar toch, hier schuldenprobleem, jawel, en wat zie je dan? Dat counteren met een laag gewicht, een veel lager gewicht dan anderen, dus dat is de vuistregel. Hè. Hoe hoger het risico, hoe kleiner het bedrag dat u er moet in beleggen. Maar is er herstelpotentieel in Cali und Salz, hè, KNS? Absoluut. Hè. Laat het maar winteren, zou ik zeggen, dan wordt er veel zout gestrooid. Zout dat van K plus S komt. Zuidsuiker, heel opvallend dit jaar. Ja, ruim 30% gestegen. Ook herstructureringsmaatregelen, daar toch ook wel een stukje turnaround element in van die pijler. Maar kijk, dan heb je zo waarden zoals een Franke Pommerie, een Compagnie de Zalp, een Tubize. Die relatief weinig bewegen en dat kan soms ook zo storen, zo wat potverdorie, dat beweegt niet. En de beurzen stijgen en dat stijgt niet in dezelfde verhouding mee. Maar als het dan wat onrustig is op de beurzen, dan zijn dat ook wel de waarden die eigenlijk heel goed stand houden en voor een bepaalde fonds in die portefeuille zorgen. Dus eigenlijk zijn we daar wel best gelukkig mee. En ooit zal die waarde, zoals in een Compagnie de Zalp, dat fors onder de boekwaarde noteert, ook goedkoop is. Hè. Trouwens, je betaalt 10 keer de jaarwinst. Dat zal er ooit terugkomen. Ik kan me herinneren, enkele jaren geleden, dat Compagnie de Zalp aan €15 noteerde. En het bleef lange tijd aan rond die €15 schommelen en het was veel meer waard, maar er kwam toch maar geen beweging in en plots op relatief korte termijn ging het naar €35. Vaak verscholen op de Franse beurs, verscholen small caps die dan op een gegeven moment herontdekt worden en dan kan het wel degelijk snel gaan. En zoiets kan bijvoorbeeld ook voor een Franke Pommerie, dat ook op operationele basis betere zaken doet. Goed, de laatste pijler, de pijler van de beloftes en de turnarounds. We hebben er eigenlijk begin vorig jaar gezegd van kijk, we gaan die pijler afbouwen. We zaten toen een stuk boven de 30%. We hebben toen gezegd van ja, economisch, het draait geweldig goed. Het zou wel eens kunnen minderen, daarom moeten wij die pijler afbouwen in gewicht. En op een gegeven moment zijn we zelfs gedaald rond de 20%. Maar onlangs hebben we toch terug een aantal nieuwe aankopen verricht. Hè. Er is heel wat gebeurd. Misschien even met de verkopen beginnen. TomTom in 2 stappen verkocht. U weet wel, het verhaal van die telematica-afdeling die verkocht is. Een koerstrigger die ergens verdwenen is. Bingbank, een bot van Saxo Bank. Goed, ja, karig bot wat ons betreft. Maar het heeft het aandeel toch een mooie push gegeven. Hebben wij verkocht. Waarom? Ja, het bot is 5,35. Op de beurs kan je verkopen met enkele procenten minder. U heeft geen recht meer op het dividend. Ja. Voor dit jaar, of het zit bijbegrepen in die 5,35. Dus heel veel valt daar niet meer mee te rapen. En de afronding, dat zal ook nog wel ruim een kwartaal duren. Dus u kan beter nu al over het geld beschikken om andere koopjes te doen. En die koopjes hebben we gedaan. Hè. Goed, we hebben een eerste positie genomen in XFAB. Goed, misschien een van de meest cyclische aandelen in portefeuille, maar ook met het grootste stijgingspotentieel. Saint-Gobain. Heel opvallend en ook heel bewust.
ja, turnaround, maar toch ook met value element. Hè? Dus als je kijkt naar de boekwaarde, dan noteert het daar heel dicht aan. Bepaalde kwaliteit ook, als je kijkt naar het verleden. Dus een bedrijf dat er staat, dat er al heel lang staat ook, een hele geschiedenis heeft. Dus het is niet maar rommel dat we in deze pijler steken, daar moet je voor oppassen. Ik herinner me de vraag er straks van Geert, van, ja, van die kneusjes, die gevallen sterren, pasde mij op. In dat rijtje hoort Saint-Gobain zeker niet thuis. De aankoop van Mitra is misschien een gelukje, hè, want op korte termijn is het aandeel, ja, met pakweg 50-60% gestegen. Een gelukje wil ik ook relativeren, want als u ons interview heeft gelezen met de CEO van Mitra, hè, Fornieri, dan was er al duidelijk in te lezen dat men naar Amerika ging, naar de JP Morgan Healthcare conferentie, waar heel wat nieuws zou te rapen zijn. Zo is ook geschied. Dus eigenlijk een gelukje, eigenlijk helemaal niet. Dus toch wel een mooie prestatie op korte termijn. En vandaag ook weer een mooi positieve nieuwsflow met positief nieuws over Estelle, de contraceptiepil. Ook een eerste belegging in de MSCI Emerging Markets. En misschien kunnen we ook daar nog iets meer over doorbomen. Onze blootstelling aan die emerging markets die is vrij beperkt. Emerging markets die het vorig jaar trouwens eigenlijk niet zo goed gedaan hebben, heel slecht, die dan ook kansen bieden. Maar als we gaan kijken naar de gemiddelde koers-winstverhouding van die emerging markets, dan zien we dat teruggevallen is tot op het laagste niveau sinds 2013, in termen van KW dus. Goed, het zou best kunnen dat die winsten zakken, zoals in China. Dat kan heel goed zijn, maar als we dan bijvoorbeeld kijken naar die beurs, die Chinese beurs van Shanghai, dan zien we dat in het zwart die beurs serieus al gedaald is, terwijl inderdaad die winsten voorbije jaren mooi gestegen. Ja, je ziet de correlatie tussen de twee. Uiteraard is het logisch, mag je zelfs verwachten dat ofwel de winsten zouden dalen, ofwel de beurzen terug zouden stijgen. En wij verwachten een combinatie van de twee. Dus toch wel positief. Ook het feit dat de Federal Reserve bijvoorbeeld een pauze zou inlassen in die reeks van renteverhogingen, zou positief zijn in het algemeen voor die emerging markets. Dus aandelen lopen vooruit op de economische situatie. Het is er straks ook gezegd, dus laat u niet te veel afschrikken door het macro-economische van dat het nog slechter zal gaan in China. Uiteraard zou ik zo denken als ik naar de koersevolutie kijk. Beleggen is keuzes maken, is anticiperen. En dat hebben we dus met die eerste positie in deze trekker. Trekker, het heeft wel degelijk waarde gedaan. Goed, ik nodig Geert opnieuw uit. Zijn er vragen gekomen? Er zijn inderdaad een aantal vragen binnengekomen, Gert. En om terug te komen op de grafiek van China. Er is een lezersvraag die zegt, ja, moeten we niet vrezen voor een gevoelige groeivertraging in China? En is het dan wel wenselijk om in die beurs te beleggen? Groeivertraging absoluut. Hè. Er zijn pas cijfers gepubliceerd. De economische groei is teruggevallen tot 6,6% op jaarbasis. En dat is het laagste niveau, als ik me niet vergis, sinds 1991. Dus dat is echt wel laag. Maar je mag ook niet vergeten dat de omvang van de economie, de Chinese economie, enorm gegroeid is, verdubbeld is ten opzichte van pakweg 10 jaar geleden. Dus lagere groeicijfers, maar in absolute getallen blijft die groei enorm. Ik bedoel, voor ons hier in het Westen, Europa, een groei van 2% is fantastisch. Hè? Dus laat dat nu nog 6,6% zijn in China. Het vertraagt, maar het is eigenlijk een normale gang van zaken. Naarmate dat die economie groter wordt, hè, het bruto binnenlands product per persoon, dat ook die groei van die economische groei in termen, in reële termen, dus in procentuele termen, dat die jaarlijks zal afnemen. Maar ik denk ook, hè, kijk, de Chinese centrale bank, dat die toch nog wel wat wapens heeft om een en ander te doen. Ik denk bijvoorbeeld aan de reserveratio's voor de banken, hè, die verlaagd zou kunnen worden, waardoor banken meer ruimte hebben om geld uit te lenen aan consumenten, aan de bedrijven, om zo opnieuw die economie te stimuleren. En natuurlijk, mocht er een oplossing zijn voor de handelsoorlog met de Verenigde Staten, uiteraard zou dat pas positief nieuws zijn. Want ook dat zorgt er nu wel voor dat die groei inderdaad extra vertraagt. Hè, omdat
toch heel wat ondernemers, ook in China, een klein beetje met de handen in de haren zitten. Maar de beurs loopt vooruit op die economische realiteit. En vandaar een eerste positie. Hebben wij de laagste positie gekocht? Dat zullen we pas achteraf weten. Maar het is absoluut opportun om aan deze waardering een eerste positie te nemen. En mochten we verder dalen, om welke reden dan ook, dat we dan een volwaardige positie kunnen nemen. Okay. Er zijn een aantal vragen van mensen die zeggen, waarom nemen jullie een aandeel in jullie koopselecties? En waarom gaat dat automatisch naar jullie aandelenportefeuille? Dat is eigenlijk vrij logisch te verklaren, denk ik, Gert. We kunnen niet elk aandeel in onze aandelenportefeuille opnemen. En het is soms zo dat aandelen die in de koopselectie zitten, dat die op dat moment koopwaardig zijn om aan te kopen. Maar als die dan vrij fors gecorrigeerd waren, zoals in december, zoals in het voorbeeld van Saint-Gobain, dat we het eigenlijk belachelijk vinden voor woorden dat dat aan die koersen noteert, dat we dan toch proberen met een limiet, alleszins met een limiet, toch nog een positie te verwerven in dergelijke aandeel. Dus, maar we kunnen natuurlijk niet elk aandeel dat we in de koopselecties opnemen, daar gaan we niet in een modelportefeuille. Nee, en beleggen is ook voor iedereen anders, mensen. Ik bedoel, het is trouwens een echte aandelenportefeuille die we hebben met echte kosten. Hè. Dus we zitten echt met echte centen erin. En we proberen daarvoor een voorbeeld te zijn. En dan moeten we kiezen voor een soort van gemiddelde, niet te risicovol, ook niet te braaf, een bepaalde richtlijn, een houvast voor u als belegger. En beleggen is voor iedereen anders, voor meer defensieve beleggers die zeggen van kijk, ja, voor mij mag het toch wel een beetje nog wat rustiger zijn, nog wat defensiever, wat meer goede huisvader aandelen. Vandaar dat we ook aparte kooplijsten hebben, zoals de basiswaarde en de actieve koopselectie. En wel, die mensen die meer rust willen, ja, die zullen relatief meer basiswaarde in portefeuille opnemen. Hè. En een beetje bijkruiden. Voor wie het wat pittiger mag, hè, die zeggen van potverdorie, het is me wat te braaf, ik wil wat meer risico. Ja, die kunnen extra putten uit die actieve koopselectie, zodat die portefeuille eigenlijk gewoon een richtsnoer kan zijn voor iedereen. En ik herhaal het, beleggen is voor iedereen anders, hè, dat u dat à la carte zou kunnen invullen. En mensen die vandaag nog in onze aandelenportefeuille willen meevolgen, die adviseren we zeker van te starten met koopadviezen en dan liefst nog met de 1 en de 2 rating, de laagste risicograad, om dan geleidelijk aan te vullen met de 3 rating. Maar niet alleen ons volgen op het vlak van 3 ratingen, want dan krijg je een ontwrichting van je eigen portefeuille. Dat mag ook wel eens gesteld worden. Nog een andere vraag is dat het feit dat we het biotech-aandeel of het pharma-aandeel Mitra gekozen hebben, in plaats van de keuze in Brussel, is natuurlijk wel heel ruim. Er zijn heel wat andere biotech-verhalen. Maar Mitra hebben we uitgekozen. Wel kunnen vertellen, we hebben het bedrijf bezocht. Dat is een belangrijke troef, dat we toch bedrijven en managers bezoeken. En vanuit die indrukken die we kregen vanuit het bedrijf, vonden we dat het aandeel echt een opportuniteit was op dat moment. En dat is nu zo gebleken. Achteraf hebben we natuurlijk 2 limieten gesteld, omdat we op die moment in december ook nog niet wisten hoe diep de markt kon vallen. En elke opportuniteit is er één. We hebben een klein stukje van Mitra, maar dit is een mooi stukje en dat zullen we nog de komende tijd bezien of dat we dan nog aanvullen met andere biotech-verhalen. Ja, we hebben in het verleden ook regelmatig biotech-aandelen in portefeuille gehad, waar er ook al verschillende verkocht zijn met succes, sommige met minder succes. Maar daar is het zeker belangrijk omwille van het hoger dan gemiddelde risicoprofiel, dat je daar vooral niet te veel centen op één aandeel of op één sector belegt, dat daar vooral spreiding toch wel van groot belang is. En dat proberen we dus toch ook wel toe te passen voor onze eigen portefeuille. Zijn er nog vragen, Geert? Nog een vraag. Xwap en Melexis zijn 2 zusterbedrijven natuurlijk. En Melexis heeft een andere rating dan Xwap. Xwap heeft een rating 3. Melexis is nog altijd de opperste kwaliteit, een sterke balansstructuur, heeft een rating 1. Beide waren gevoelig gecorrigeerd de afgelopen maanden. We hebben eerst Xwap in portefeuille genomen. Waarom? Omdat we het bedrijf ook bezocht hebben. We hebben ook naar die investeerdersdag geweest. We zijn met de managers in gesprek geraakt en wij hebben de indruk dat het aandeel zelfs aan de huidige koersen vrij ondergewaardeerd is.
Nu, natuurlijk, X-FAB heeft als nadeel dat het natuurlijk zijn fabrieken moet vullen. Als het allemaal wat slechter gaat in de halfgeleidersector, wil dat ook zeggen minder bezetting, wil dat ook zeggen dalende winstcijfers. Maar op lange termijn zijn we van overtuigd dat onder andere Melexis mee kan helpen voor het vullen van de fabrieken van X-FAB en dat we zo toch wel mooi mee kunnen profiteren van de groei die we kennen in sensoren, in automobiel, in zelfrijdende wagens, dat we daar een mooie positie in hebben. Zeker, in het ene sluit het ander niet uit, hè, want ook voor Melexis waren wij relatief laaiend enthousiast, zeker op die dieptepunten. Maar het is een keuze maken en voor de portefeuille, omwille van de daling van de pijler, beloftes en turnarounds, was er op dat moment ruimte om net nog een tikje iets meer risicovoller te gaan. We hebben de investering ook trouwens beperkt. Dus er was ruimte toe, maar Melexis had het even goed in onze portefeuille kunnen huizen, absoluut. Ja. Nog een andere vraag is wat we denken van zowel de pharma-aandelen momenteel, GlaxoSmithKline, Tubize. Zijn die niet al wat mooi gestegen en moeten we niet wat meer agressiever gaan? Richting groeibedrijven en de pharma, die toch geldt als een defensieve sector, wat laten liggen? Ik denk vooral in die turbulente momenten van de beurs dat dat toch wel zijn waarde heeft getoond voor onze portefeuille en ook dat dat voor stabiliteit heeft gezorgd. Hè. Ik denk aan de GSK's, ik denk aan de Sonofi's, waarvoor trouwens, misschien straks vergeten, ook een stukje hebben verkocht, geherbalanceerd aan de hoogste niveaus, of de hoogste jaarniveaus, inmiddels 10% lager. Maar goed, het ene sluit het andere niet uit. Ik denk dat we ook de komende maanden, ook de komende kwartalen voor die farmasector aandacht moeten hebben. Trouwens, er staat een van de weken een nader bekeken gepland over een van de grote farmabedrijven. Iets om naar uit te kijken de komende weken. Maar evengoed inderdaad aan de beloftevolle groeiers. Hè. En dan denken we opnieuw misschien aan die biotechbedrijven, maar die we de afgelopen jaren met heel van nabij gevolgd hebben, dat inderdaad een van de droeven van die Brusselse beurs is. En dat we, net omdat het dichtbij is en net omdat we een keer op bezoek gaan en zo, dus dat we daar ook zeker in de toekomst ook blijven op inzetten. Okay. We hebben ook heel veel vragen over individuele aandelenverhalen, maar die gaan we vandaag niet beantwoorden in dit webinar. Dan kunt u gerust op woensdag voormiddag altijd naar ons even telefonisch bellen als u daar duidelijke vragen over moest hebben. Of een mailtje sturen naar onze adres lezersvragen@belegger.be en dan proberen we u daar zo snel mogelijk een duidelijk antwoord op te formuleren. Met dit kunnen we concluderen, denk ik. Ja. Voilà, dat was het dan. Mensen, ik geloof en ik kijk naar Geert dat deze webinar ook nog te raadplegen is of te herbekijken is op onze website. Dus hou dat in de gaten. En ik zou zeggen, gewoon tot de volgende keer. Dus we plannen dat elk kwartaal toch wel een babbel. Ik denk dat nuttig is, dat bepaalde inzichten kan verschaffen. En we gaan dat blijven verder doen. Bedankt en tot de volgende keer. Tot de volgende keer.